daar aan het einde van de Breibatrastraat richting Concariestraat zouden we een pomp gemaakt krijgen. Maar al die dingen zijn uitgebleven. Dus vandaar dat bij een zware regen dit gebied toch nog onder water loopt. Alles? De wegen ook? De wegen ook. Maar hier, daarachter is het bij geringe regen, hier moet het echt zwaar gaan regenen. Maar de regering is bezig ermee. We hebben de president hier ongeveer twee weken terug gehad. En die zijn bezig het probleem aan te pakken. De mensen ontmoeten, zien hoe mensen wonen, vraagstukken horen van de wijk. Samen met minister Amoxi lopen, ook horen welke plannen de regering verder heeft. Het is goed om tussen de mensen te staan. Je ziet dat de mensen uit de buurt samen met de politie werken aan een stuk veiligheid en leefbaarheid. Het is niet anders in Nederland. Je hebt elkaar nodig om samen een toekomst te realiseren. Hier hebben we vandaag gehad een bijeenkomst met de minister van de rechtsbescherming in Nederland, de heer Weerwind. Wat hebben jullie zo besproken? Wij hebben geaccentueerd de situatie in een volksbuurt. Ja, en de politie heeft van hun kant gezegd hoe zij op hun wijze een bijdrage proberen te leveren aan het verbeteren van het leefklimaat. Dat doet Stiwewa ook. De politie en Stiwewa doen hetzelfde. Alleen de invalshoeken zijn verschillend. De politie gaat uit van een criminaliteitsbestrijding. En wij gaan vooral uit van criminaliteitspreventie en de mensen hun positie verbeteren. Eigenlijk waren we al goed op weg hoor. We hadden die ontwateringsgroep Paramaribo gehad. En dat is ongeveer 12 jaar terug. Maar bij de wisseling van de regering is toen alles in de stok gezet. Nou, de minister heeft met mensen in daar gesproken. En inderdaad, bij bijna alle mensen met wie hij gesproken heeft, staat heel hoog op de lijst dat een wateroverlastprobleem hier. Dat is een enorm groot probleem. Vroeger was het zo dat straten onder water gingen. Maar nu is het veel erger. Nu gaan mensen hun huis onder water. En dat is heel vervelend. Dus eigenlijk zeggen de mensen aan de minister, heb jij een hulp? Heb je een manier om ons te helpen om snel eruit te komen dan wij zouden verwachten. Van wie is die tas? Van jou. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Dankjewel. Wil je laten worden? Sorry? Brandweer. Waarom wil je brandweer worden? Als je brandweer man wil worden, dan word je brandweer. Spreken we dat af? Wat word jij? Brandweer. Ook brandweer man. Dus bij jullie is het land veilig met branden? Oké. Doen hè? Heb je tas meegenomen? Wat zit er allemaal in je tas? Oké. Maar ik vind je tas mooi. Dank je wel. En wat word jij later? Militair. Militair? Ja, wanneer. Oké. Ik heb twee brandweermannen ontmoet. Ik heb een militair ontmoet. En wat word jij, vriend? Een dokter. Sorry? Een dokter. Een dokter? Jij wordt arts. Je kiest voor de gezondheid. Denk erom, als je iets wil worden, kan je het worden. Doe je best. En wordt het. Ja, daarom ben ik ook geworden wat ik nu ben. Okay. Zet hem op en hele goede kerstdagen. Ja? Alles goed. Ik heb de wijk. Ja? Dank u wel. Kom op. Ja? Alles goed. Dank u wel. Dag. Hallo. En in de gesprekken met hem vroeg ik wat wil je worden. Dus één zei brandweerman, de ander zei politieman, de ander zei militair. Het waren keuzes die men maakte. Ik heb ook een dokter ontmoet. En tegen hen zei ik, en toen had ik nog niet de tekst op dit gebouw gezien, ga voor je doel en bereik het. En als dat het motto is, kom je ver. De goede traditie is dat wanneer wij bezoek krijgen vanuit het buitenland, dat wij onze noden en behoeften kenbaar maken. En soms leidt dat concrete resultaten. Vanuit Amerika heeft men ons geholpen. Vanuit België heeft men ons geholpen.
We hebben inderdaad gebruik gemaakt van de gelegenheid van de aanwezigheid van de minister om hem de noden en behoeften van Stuart door te geven. En het heeft onder andere te maken met de schutting die we willen het terrein omrasteren. Een schutting. We hebben 2 airco's nodig. We hebben beveiligingscamera's nodig. En zo'n 6 punten hebben we op een lijst gezet aan de minister gegeven. Niet met de zin van een juwamoni. Maar kijk, als je ons kan leiden naar bronnen via welke wij aan het geld kunnen komen. Dus of hij komt met een sponsoring van 1 van de punten, dan wel dat hij ons wegwijs maakt naar bronnen in Nederland. Je bent zo vrij geweest om met kerst het wensenlijstje te geven, terwijl ik nog niet eruit zie als de kerstman. Maar ik begrijp je verzoek. En ik heb je ook goed gehoord. En dat is de reden waarom ik ook gesproken heb met onze ambassadeur en gevraagd heb, kijk, oordeel en geef alsjeblieft ook namens de Nederlandse regering een antwoord. Het gaat niet om grote daden. Kleine daden kunnen soms leiden tot grote resultaten. Okay. Hoeveel mensen wonen hier in de wijk? Dat is veel. Dat is heel veel, ja. U heeft natuurlijk ook Surinaamse roots. Hoe lopen kan het niet ontkennen. Hoe lopen die roots? Wist uw vader en moeder uw oog voor grootvader? Mijn beide ouders. Ja, geboren en getogen in Paramaribo. En vervolgens eind jaren 50 naar Nederland gegaan. En daar gestudeerd, elkaar daar ontmoet. Resultaat is 2 zoons en ik ben de jongste. Bent u voor het eerst hier? Nee, zeker niet, zeker niet. De laatste keer was ik in 2019. En daarvoor, 10 jaar daarvoor was ik daar ook weer. En in mijn jeugd ben ik hier verschillende keren geweest. En bij de Perica-kreek, daar heeft mijn familie als tot slaafgemaakte gewerkt. Gaat u daar nog? Het gaat mij niet lukken in dit helaas overvolle programma. Dus ik zal hiervoor een extra privé-moment te zijn de tijd vinden. Ik ken het Amokti. Oh ja, minister. Oh, na minister. Aipa. Ja, want daar minister de jatu. Ja, Nederland. Die zijn voor Maka Konde. Ja, oh ja, die zijn voor Roland. Ik dank u, minister Amokti, dat u mij mee hebt genomen naar deze mooie buurt om het gewoon te tonen hoe dicht politiefunctionarissen bij de samenleving staan en hoe mooi dat is en wat voor resultaten je kan bereiken. Dank dat ik hier even mocht zijn. En mijn beleid is dat ik voor Sidi, die akkoord is dat ik nu aan de hand heb. Jozef McDonald. Ja, nu aan Bashia, nu aan Ede Bashia. Voor Mainchi. Ja, dat mijn beleid is dat ik wel lees. Ja, papa. Ja, ja. Dank je. Dank je. Dank je. Dank je. Dank je. 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 Ik ga niet.